Mijn naam is Cor Kroon. Ik ben penningmeester in het parochiebestuur van de kerken Boas en Haarlem. En ik heet u welkom in deze mooie kerk, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Hallo, mijn naam is Elsbeth Blomjaars en ik ben parochiaan in deze prachtige kerk in Overveen. Mensen kunnen mij kennen van de kinderkerk die we met een aantal moeders één keer in de maand organiseren. Daar nemen we de kinderen mee uit de mis naar de regenboogzaal hiernaast. En lezen we hetzelfde evangelie met ze als hun ouders hier in de kerk horen. En gaan we in gesprek met ze om daar wat verdieping aan te geven. En natuurlijk hoort daar ook een activiteit bij. Dus we knutselen en kleien wat af met kinderen. We staan hier voor de 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. De meest ontroerende, menselijke statie vind ik. Waarom menselijk? Maria ontvangt haar dode zoon op haar schoot. Jezus geboren uit haar schoot. En nu moet ze dat verdriet ervaren. Wat is er gebeurd? We zien een wanhopige vrouw omhoog kijken. Jezus pas nog bejubeld als koning der Joden. Binnengehaald in Jeruzalem. En nu een dode zoon op de schoot van moeder. De volgorde klopt niet. Oude zoon wordt eerst te sterven. En de volgorde is niet goed, vandaar mijn menselijke gedachten. Wat mij treft in deze statie is de zorgzaamheid waarmee Jezus zich omringd weet, ook na zijn overlijden. En dat zie je heel goed in de contrasterende lijnen. De lijnen in de gezichten van de mensen om hem heen zijn vloeiend. Maar de lijnen van Jezus zelf, die dood is, zijn heel scherp. Dat contrast accentueert enorm de zorgzaamheid, maar ook het verdriet wat de mensen om hem heen hebben om zijn overlijden. En dat is wat mij enorm treft in deze statie. Torop heeft dit beeld heel goed geschilderd en hij heeft ook de mensen van Oosterbeek, heeft hij in alle staties zoals hier in de kerk aanwezig, heeft hij dus geschilderd. We zien ook een heel jong gezicht van Maria in deze statie en die is benoemd als een dochter van de hotelier van Oosterbeek, Miep Jansen heet die. En om te zeggen van grappig, misschien het woord niet helemaal, maar het gezicht van Jezus, dat is van een pater Jezuïet en die heet de Rijmakers. Deze statie kan je niet dus zeggen dit is een pieta, want er zijn dus vrouwen aanwezig. En in de kunst wordt dit ook wel uitgebeeld en benoemd als de bewening van Jezus. Is Maria alleen met haar dode zoon op haar schoot, heet het de Pieta. En natuurlijk kent iedereen dat prachtige beeld in Sint-Pieter in Rome van Michelangelo. Mag je op afstand mag je daar naar kijken en zeker bewonderen. En dat is dus de voorstelling van de Pieta. Maar deze statie ontroert mij altijd bijzonder. Ja. En regelmatig geven wij in deze kerk ook wel een rondleiding rond alle staties. Want Jan Toorop, de schilder, die op een gegeven moment ook katholiek is geworden, die staat ook zelf afgebeeld op statie nummer 7, meen ik. Rechtsboven heeft hij zichzelf ook geschilderd. En dit was even mijn eerste indruk.